In mijn werk komen eigenlijk veel kunstenaars aan bod. Ik noem dat een beetje conversations with artists. Zo. Een soort subthema binnen mijn werk. En Tang Lee is een van die personages. Zo is er bijvoorbeeld één werk waarin dat ik zo gezegd het kind ben samen met mijn twee broers van Jean Tang Lee en Nicky de Saint-Phal. En waarbij dat wij verplicht naar die performance moeten kijken, maar eigenlijk daar helemaal niet in geïnteresseerd zijn en andere dingen willen doen. Hè. Dus een soort reflectie op hoe het zou zijn om bij zo'n kunstenaarskoppel op te groeien. Tang Lee is voor mij belangrijk, ook in deze tentoonstelling, omdat zaal na zaal wordt er eigenlijk opgebouwd naar het moment waarop je de film krijgt te zien. Je ziet eerst alle decors. En nu in deze zaal waarin we ons bevinden, bevinden we ons een beetje in het idee van het werk in het atelier als een soort miniatuurwereld. De schaalverkleining, die berg, is daar een duidelijk voorbeeld van. Stilletjes aan komt die miniatuurwereld in beweging en daarin is Tang Lee natuurlijk een belangrijk figuur, omdat dat een van de grondleggers is van de kinetische kunst. Dan in de zaal nadien krijg je eigenlijk mijn versie van Tang Lee te zien. En dat is dan een decor van de tweede film ook. Een hele grote machine, hè, die dat gigantisch veel lawaai maakt en waar dat enorm veel complexiteit bij komt kijken om dan eigenlijk een soort nutteloze acte te daar te stellen.